Nou, vandaag zijn we met Koert Westerman op de Keepersdagen. Kun je even vertellen over je carrière? Ik ben te slecht om voetballer te zijn. Ik was natuurlijk het liefste voetballer geworden. Maar ik kan er niet veel van. Ik hou wel heel erg van het spelletje. Dus heb ik ervoor gekozen om voetbalcommentator en verslaggever te worden. En dat doe ik bij RTL 7 en bij Fox Sports. En je bent 15 en 16 november aanwezig bij de Nationale Sportvakbeurs. Ja. Kun je een beetje vertellen wat je gaat doen? Ja, ik ben daar namens Quizit. En Quizit is een, zoals het al een beetje zegt, een quizbedrijf. Het leuke eraan is dat het is niet met invullen of velletjes en nakijken, maar het is met stemkastjes. En op die twee dagen in Gorinchem ga ik twee keer per dag met bezoekers een voetbalquiz spelen. En dan kan je een leuk prijsje mee winnen. Leuk toch? Ja, zeker leuk. Ja, superleuk. Heb je nog wat te zeggen tegen de bezoekers die komen? Ja, als je er bent in Gorinchem, kom even naar de stand van Quizit. Dan spelen we de voetbalquiz. Doe gewoon mee, supergezellig. Zie ik je? Oké, hè?